Misschien ben je al een tijdje geabonneerd op mijn YouTube-kanaal en ben jij een van die bijna 8000 volgers die ik inmiddels heb? Of wil je juist zelf beginnen met YouTube en ben je benieuwd naar de studio's van anderen? In beide gevallen is dit denk ik een interessante video. Want in deze video nemen we een kijkje achter de schermen in mijn YouTube-studio. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl, een YouTube kanaal waarop ik twee keer in de week video's maak over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Nou, ik ben inmiddels, ik denk al bijna iets meer dan 2,5 jaar bezig met een YouTube kanaal. Ik heb nu bijna 8000 abonnees en in deze video wil ik je eigenlijk een kijkje achter de schermen geven. Want eigenlijk alles wat ik doe voor mijn YouTube-kanaal, voor mijn social media, voor mijn websites, gebeurt in deze kamer van 2,5 bij 3,5 meter. Een heel erg kleine ruimte op zich, maar wel een plek dus waar veel gedaan kan worden. En in deze video wil ik laten zien van welke camera's, welke lenzen gebruik ik, welke microfoons, verlichting, computers, noem het allemaal op. Wat maakt het allemaal mogelijk om video's zoals deze twee keer in de week te maken? Welke software gebruik ik, welke plannen maak ik? Hoe plan ik zeg maar mijn video's van begin? van het idee tot aan het eindresultaat tot de video dus die je nu zit te kijken. Het zijn altijd video's die ik interessant vind om te kijken bij andere YouTubers hoe zij dingen hebben opgebouwd. Welke apparatuur zij gebruiken om eventueel de video's dus nog beter te maken. En misschien ben jij wel van plan om binnenkort te beginnen met YouTube. Dan hoop ik je hiermee te inspireren. Als je nog vragen hebt of opmerkingen, laat ze in ieder geval altijd achter in de reacties onder deze video. Dan probeer ik daarop te reageren. En in de omschrijving zal ik trouwens ook alle links plaatsen naar de producten. Welke producten zijn het, waar zijn ze te koop, noem het allemaal wel op. Dan hoop ik dat je alle informatie in één video bij elkaar hebt. Zeg maar. Laten we niet langer wachten, een rondje maken door deze kamer en dus een kijkje achter de schermen en we beginnen in dit geval links in de kamer terwijl we langzaam naar rechts gaan eigenlijk en in ieder geval alles vast een keertje tegenkomen. Um, later gaan we specifiek inzoomen op telkens ja, verschillende plekken die ik zeg maar in deze camera of in deze kamer heb gecreëerd. Um, ja, dit is dus het stukje waar ik normaal ga zitten op het moment dat ik mijn camera opneem. De iPad zorgt ervoor dat ik zie welke tekst ik moet lezen en ik kan door middel van het scherm links zien wat eigenlijk gefilmd wordt. iets beter in uh, in controle ben zeg maar. Uh, hierboven zien we ook nog de microfoon die normaal net buiten, buiten het beeld hangt. Gaan we over naar het uh, verlichting. Natuurlijk een heel erg belangrijk punt. Hier zie je dat je de verlichting van dit soort dingen in kunt stellen. Hoe fel die moet zijn. En ook de kleur kunnen we instellen naar ja, 5600. Zover mogelijk daglicht. Of richting de 3000. Dat is het meer gezellige gele licht. En aan de voorkant zien we dit ook veranderen. Behalve de, de felheid van het licht. Ook de kleur. Zoals gezegd um, is ook geluid heel erg belangrijk. Um, nu gebruik ik trouwens een andere microfoon, maar dit is een Shotgun mic van Deity. Die gewoon ja, heel gericht het geluid opneemt en zorgt dat je in ieder geval, behalve goede beeldkwaliteit, ook goed geluid hebt. Hier zien we eigenlijk nog een keer de setup van wat dichterbij. Zoals gezegd, het scherm met een cameraman die we. Ja, ja die kennen we. Ja, alles goed. Ja. Um, en rechts de camera waar ik eigenlijk alles opneem. Zoomen we eerst nog even in naar de iPad. Zoals dus gezegd, ik maak van tevoren altijd mijn teksten met wat highlights, wat ik moet zeggen. De camera die ik gebruik staat op een statief in een hoekje, altijd op dezelfde plek en is aangesloten door middel van een Dummy-accu. Dus ik heb uh, ja, altijd net stroom. Uh, de camera die ik gebruik is een Lumix, een Panasonic met een 1.7-lens. Wat, wat dat mooie effect voor zorgt dat de achtergrond wat waziger is terwijl je zelf beter in beeld bent. Kijken we dan naar het volgende gedeelte. Is eigenlijk ja, een gedeelte waar telkens wat anders ligt, ooit wat brieven. Nu zijn het laptops. Ik heb er in dit geval twee. Daar gaan we daar iets verder op in? Um, wat erg makkelijk is, is het stopcontact wat je rechts ziet. Um, ja, op elke kant zit een stopcontact wel. En ook uh, twee USB-aansluitingen. Dus makkelijk om hier snel dingen op te laden, zoals iPads en dat soort dingen. En zoals gezegd, dan twee laptops. Rechts een MacBook 12-inch en links een nieuwe MacBook Pro 16-inch. Deze heb ik net twee weken inmiddels thuis staan. Uh, tot nu toe erg tevreden over. Echt iets ja, wat voor de toekomst gericht is. Die andere kon niet zoveel video aan. Die was vooral goed voor wat server, wat e-mails maken. Hier kan ik juist veel meer video bewerken. Zelfs beter dan mijn computer die ik inmiddels al zeven jaar heb. Dus echt iets voor de toekomst ook gericht. Kijken we trouwens naar die computer. Die staat dan daar links met twee schermen. Een iMac uit begin 2013 geloof ik. Prima het computer. Alleen je merkt ook dat hij ja, op best wel wat leeftijd begint te raken. Juist daarom ook een laptop gekocht op backup. Want... Ik moet gewoon vooruit kunnen met editen elke week. Je zou denken aan 27 inch scherm heb je genoeg, maar een tweede scherm is toch altijd makkelijk. Op dat scherm staat dan weer een Logitech camera die ik gebruik voor ja, ooit als ik uh, vanuit die hoek film zeg aan maar, mijn scherm opneem. Meestal staat op het tweede scherm rechts onze Discord chat open en links volg ik wat andere YouTube kanalen om wat informatie op te doen. Onder mijn scherm ligt op dit moment verschillende dingen waaronder de iPhone 11 is dit, dus de gewone, niet de pro die vond ik de 400 euro niet extra waard. Het is al genoeg geld voor deze telefoon. En iets onmisbaars is een portable SSD. Gewoon als je veel bestanden op en neer doet vanuit camera's en dat soort dingen. Ideaal. Um, oordopjes die ik gebruik zijn ook van Apple. De Airpods, de eerste versie. Er is inmiddels een nieuwere versie. Werken gewoon prima en zeker makkelijk telkens op te laden in die case. Dan hebben we nog de Stream Deck. Eigenlijk gericht op gamers, maar ook ideaal als je gewoon livestreams of dingen opneemt vanuit je computer. En het laatste uh, is ook eigenlijk met shortcuts, met, met snelkoppelingen. Dat is de Loop Deck Plus. Gebruik ik heel veel om te monteren. Je kunt het voor video gebruiken, je kunt het ook voor Photoshop gebruiken. Snelkoppelingen zoals gezegd, maar ook snel inzoomen, kleuren veranderen. Ja, het kost gewoon minder handelingen. Kijken we dan weer iets verder, een laatste stukje. Er liggen wat kleine losse dingen. Um, en heel veel audio zoals je ziet. Um, audio het begint met de Video Mic uh, Me. Mi. Dat is eigenlijk deze in ieder geval voor op je telefoon aan te sluiten. Zorgt gewoon voor beter geluid. En dan hebben we nog de Camlink, in dit geval de 4K versie. Die zorgt ervoor dat je een HDMI kabel aan de ene kant erin doet en aan de andere kant een USB signaal hebt, zodat je hem altijd op je computer kunt aansluiten. Gaan we dan verder naar de Rodecaster Pro. Um, iets wat voor de toekomst ook weer gericht is, wat ik daarvoor gekocht heb. Ik wil interviews gaan doen, podcasts gaan doen. En daar is dit echt ideaal voor. Uh, je kunt het meenemen. Je kunt hier alles op dit ene apparaat uh, aansluiten om een podcast op te nemen of interviews te doen. Je kunt, zoals je ziet, tot vier microfoons aansluiten. Maar ook gewoon een uh, USB, Bluetooth, een telefoon. Heel veel opties. En dit ja, is best wel echt iets wat ik ook in de toekomst dan in ieder geval hoop te gaan gebruiken. Kijken we aan de achterkant, dan zien we alle aansluitingen. Vier XLR-aansluitingen voor microfoons, eentje om een 3,5 mm aansluiten op je telefoon bijvoorbeeld. Vier koptelefoons, twee speakers. Je kunt het op microSD opnemen, maar ook via USB-C en op die manier direct op je computer aansluiten. Natuurlijk heb je voor een podcast ook microfoons nodig en ik heb hier twee verschillende van Rode, allebei de PodMic en de Procaster. Um, ik had eerst de linkse gekocht, naar de rand zag ik dat die Tweede, dezelfde prijs te kopen was en toch wel iets beter klonk. Dus op die manier heb ik twee verschillende microfoons. En trouwens, die grootste is ook degene waar ik nu op dit moment dit inspreek. Hier zien we nog een uh, Blue Yeti staan bij wat verschillende boeken. Dat is een USB-microfoon waar ik zo meteen wat meer over ga vertellen. Hier staan wat boeken die ik al gelezen heb of wil nog gaan lezen. En links naar deze boeken vind je trouwens ook onder de, deze video in de beschrijving. Zitten we nu bij de computer? Een plek die ik dan regelmatig gebruik wanneer ik mijn scherm wil delen in bepaalde video's. Bijvoorbeeld, laatst nog bij de video over de gieren, hoe je stap voor stap, dus eigenlijk een aandeel kunt kopen. Nou, daar gebruik ik dus deze setup voor. Op dit moment film ik gewoon met die Lumix-camera waar ik normaal ook mijn video's mee opneem. Alleen staat hij dan iets verderop op mijn bureau. Hij is dus nu aangesloten via de camlink. Wat wil zeggen dat je eigenlijk je HDMI-signaal om kunt zetten naar een. USB zeg maar, zodat je eigenlijk elke camera aan kunt sluiten op je computer. En op die manier kunt gebruiken om dus ja, deze setup te creëren. Wordt dan ook veel gebruikt voor gamers die op die manier dus een livestream willen opstarten. Daarnaast maak ik gebruik van de Blue Yeti microfoon. Er zijn inmiddels meerdere varianten van Blue. Um, deze heb ik een paar jaar geleden gekocht. Toen was eigenlijk alleen dit model er eigenlijk. En voor het geld is dit een van de betere USB microfoons in ieder geval. Zoals je misschien al hebt kunnen zien ooit op de achtergrond daar. Of... Net in de video heb ik ook andere microfoons voor echt podcast via XLR-aansluitingen. Maar via USB is dit zeker een heel goede microfoon om juist voor dit soort situaties te gebruiken. De vraag die ik dan vaak krijg is hoe ik deze setup maak, welke software ik gebruik. Ten eerste om mijn video's te editen, om een voor te bereiden of om zo'n live-sessie zoals deze te doen. Tenminste, hij zou live kunnen, maar nu neem ik dus alles op via de computer. Nou, ik maak daarvan gebruik van OBS, OBS Studio. En in combinatie met de Streamdesk, ook eigenlijk echt iets voor gamers, maar wel heel makkelijk in dit soort situaties, zul je zien dat je uh, snelkoppelingen kunt maken in dit programma. Dus op dit moment zie je dat hij staat op Cam. Wat betekent dus dat hij op deze camera is aangesloten. Klik ik nou op een andere knop. Dan schakelen we over naar het beeldscherm en klik ik weer op die andere. Kom ik weer in beeld. En op die manier heb je eigenlijk snelkoppelingen om heel snel iets te starten, iets stop te zetten, overgangen te maken. Waardoor je eigenlijk later tijdens het monteren heel veel stappen al hebt gedaan. Tijdens je, je opname eigenlijk op het scherm. En ik zal enkele screenshots van OBS Studio nu laten zien. Ik kan moeilijk dat scherm delen omdat je anders telkens het gedeelde rare effect krijgt op video. maar Via deze screenshots denk ik ook dat je alle informatie wel kunt zien en dat je een beetje een idee hebt van wat er mogelijk is. Nou, gaan we dan weer kijken um, en juist het scherm dus delen met bijvoorbeeld het programma waar ik gebruik van maak om dus teksten, video's voor te bereiden. En dat is Notion. Uh, er is een gratis versie van, daarbij je beperkt in het aantal ja, woorden of uh, artikelen dat je doet. Uh, als student zijnde krijg je het of gratis of met korting. En anders is het een klein bedrag per maand. Maar ik vind het heel erg fijn werken. Het is ideaal om mijn video eigenlijk ook meteen te plannen. Voorheen deed ik dit eigenlijk allemaal op papier. Uh, een A4'tje of ooit drie A5'tjes schreef ik dan vol. En op die manier uh, ja, bereid ik mijn video voor. De laatste tijd doe ik het juist via dit programma. Heb ik veel beter overzicht over welk onderwerp het zijn. Hoe ver ik ben. Of ik al iets in het uh, voorraad bereid. En ook ja, makkelijk om um, terug te zoeken natuurlijk. Kijken we naar de laatste video van vorige week bijvoorbeeld. Of van afgelopen maandag. Interessante aandelen. Hier staat eigenlijk alles in wat ik wil gaan bespreken. Um, ooit beknopt, ooit iets langer. Maar ik hoef het niet letterlijk voor te lezen. Dat is ook niet fijn. Dan zou de video niet beter van worden. Uh, maar het is ooit wel fijn om meer informatie te hebben. Zeker wanneer je een video van tevoren al voorbereidt. Dat je eigenlijk toch alle informatie ziet. Um, en op die manier altijd veel informatie bij de hand hebt wanneer je de video gaat opnemen. Zorg er in ieder geval voor dat je ook alle punten behandelt die je wil behandelen. Want dat is ook altijd wel makkelijk bij een video voorbereiden. Dat je in ieder geval genoeg aandacht aan besteedt. En dat je ook alles wil vertellen wat je uiteindelijk eerst in gedachten had. Maar dit is dus de video voorbereiden. Wanneer de video is opgenomen, maak ik gebruik van Final Cut Pro. Um, ja, best wel ingewikkelde tijdlijnen lijkt het zo te zien. Veel punten die gesneden worden, uh, nieuwe dingen gekopieerd, geplakt. Screenshots die op dit moment niet allemaal hier meer aanwezig zijn op de harde schijf, zie je wel. Um, maar ja, dit zorgt er wel voor dat ik dus best wel veel bezig ben. En daarom heb ik dus ook dat die loopdesk um, plus dat rare toetsenbord wat je straks zag, dat zwarte met al die snelkoppelingen. Als je gewoon twee keer in de week een video moet maken, um, ja, je kunt gewoon op deze manier snel inzoomen. Je kunt um, snel ook met snelkoppelingen um, scrollen per frame, inzoomen zoals gezegd. Um, het zorgt er gewoon heel erg voor dat je heel veel tijd bespaart, want waar ik nu al een paar uur in de week bezig ben met het toetsenbord, was het zonder het toetsenbord nog wel een paar uur meer, denk ik. Uh, zelf heb ik het niet meer het gevoel, het is gewoon heel erg automatisch geworden, maar het werkt wel heel erg fijn. Het is wel een duur toetsenbord. Aan de andere kant, als ik elke week er een uur of meer mee bespaar, dan is het waarschijnlijk ook wel zijn investering waard geweest. Zeker als ik de komende tijd nog YouTube-video's uh, ga maken. En dat is zeker iets wat ik uh, natuurlijk van plan ben. En ik maak dan gebruik van Final Cut Pro. Maar als je een Apple-computer hebt, zit er standaard al iMovie op. Eigenlijk is dat gewoon een perfecte basis om dingen mee te doen. Omdat er heel veel mogelijkheden zijn. Alleen wanneer je heel veel gaat monteren, is dit wel echt een stap vooruit. Maar zeker met iMovie zou je gewoon vooruit kunnen. En het is gratis. Dus een, eigenlijk een prima begin. Mocht je nou een Windows computer hebben, dan heb je eventueel software van DaVinci Resolve van Blackmagic, waar ik ook de camera van heb. Maar ook Sony heeft volgens mij met het Vegas pakket redelijk betaalbaar. Vroeger was het gratis, inmiddels is het voor een paar tientjes heb je een licentie. Dus op die manier zou je al voor een klein budget eigenlijk ook op een Windows computer kunnen beginnen. Kijken we trouwens nog even naar de camera waar ik deze hele video mee op heb genomen in dit geval. Of tenminste alle stukjes waar ik inzoomde, dat is de Blackmagic. Uh, Pocket Cinema 4K, daar zijn twee versies van. Het voordeel van deze camera, ook die andere trouwens, is dat je ook direct op harde schijf op kunt nemen op een SSD. Uh, ook wel erg makkelijk, want deze kan in, uh, zoals je ziet in Blackmagic RAW opnemen. Hier nog wat foto's trouwens, en de filmpjes en de foto's van deze camera op dit moment komen van mijn iPhone 11 af, dus zeker ook als je een iPhone hebt, is dat prima om een YouTube kanaal mee te beginnen? En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Ik denk dat ik eigenlijk alle dingen wel behandeld heb. Maar misschien wil jij meer informatie over een bepaald onderdeel van deze video. Nou, als je dus vragen hebt of opmerkingen en dat soort dingen. Laat ze in ieder geval achter in de reacties onder deze video. Mocht je nog geen lid zijn van het kanaal. Maar wil je wel meer video's zien zoals gezegd over persoonlijke financiën. Investeren, beleggen of passief inkomen. Ik maak twee keer in de week hier een video over. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op bel je als je altijd weer een melding krijgt als er een nieuwe video online is. Staat. En vond je nou een leuke video? Waarschijnlijk wel, want je zit nog steeds te kijken. Geef zeker even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Wil je een duimpje naar beneden achterlaten? Als je dat doet, geef dan even aan waarom je dat doet, zodat ik in ieder geval altijd in de toekomst mijn video nog kan verbeteren. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. En dan hoop ik jou in de volgende video weer te zien.